Ik begin vast al even met me voor te stellen, want ik zie dus ook bekende namen die denken ook, nou die konijnen kennen we onderhand wel, maar er zullen vast ook een hoop bij zitten die me nog niet kennen. En misschien kun je alvast even wat spulletjes klaarzetten als je dat nog niet had gedaan terwijl ik aan het vertellen ben. Ik heb een watercolor A4-blok wat ik gebruik. Dit is 300 grams en cold pressed. Maar je kan ook hot pressed. Ik kan ook minder grams. Maar ja, lekkere goede grams is wel fijn om op te werken. En ik kan het straks overigens wel even herhalen hoor, de materialen. Maar voor als je nog niet had klaarstaan. Een lekker fijn compact waterverfsetje heb ik. En ik gebruik een potloden set. Maar gewoon een HB potlood en gum voldoen ook gewoon prima. En ik heb 3 kwastjes. Maar waarschijnlijk gebruik ik er maar 1. Want ik hou ervan om lekker simpel te werken. Vergeet je glaasje water niet. En een doekje om je kwastjes schoon te maken. En ik heb zelf nog even een printje. Ik heb hem echt heel mini. Maar dat moet genoeg zijn als referentieplaatje. Dan kunnen jullie zo natuurlijk met me meekijken. Maar ik heb hem zo klein zodat het allemaal in één beeld past. Dus leg al je spulletjes alvast lekker klaar. Dan vertel ik alvast even dat ik Carlijn van de Vier ben. Ik werk als illustrator. En ik maak dus zulke plaatsen als die je nu al in de aankondiging waarschijnlijk hebt gezien. Van die perziken en allerlei mooie sfeervolle plaatsen ga ik vooral vaak voor. Ik vind het ook heel leuk om dus het alledaagse leven juist heel sfeervol te tekenen. Dus ik teken heel veel in mijn sketchbook. Maar ik maak ook illustraties voor magazines. Ik heb eigenlijk gewoon best wel een droombaan eigenlijk. Sorry mensen. Maar wat er ook nog heel erg tof is dat ik ook muurtekeningen maak. En dan ook dan is sfeer ook weer heel erg belangrijk. Omdat ik ben eigenlijk als interieurstylist opgeleid. Ik vind het heel leuk om sfeer te maken en sfeer te vangen. Dan maak ik gewoon interieurs mooi met illustraties. Dus dat is weer een heel ander iets. Maar eigenlijk natuurlijk komt allemaal hetzelfde creatieve vat van beeld maken met illustraties en lijntekeningen dan vooral. Dat is zo'n beetje wat ik doe. Eigenlijk geef ik dus heel veel workshops. Maar ja, sinds een jaar, laten we het woord niet noemen, maar zit al een beetje stil natuurlijk, de live workshops. Maar gelukkig hebben we al deze leuke digitale opties. En heb ik zelf ook wat digitale workshops kunnen maken. Dus zo vangen we het gewoon op met elkaar toch. En zo kunnen we ook wel heel erg leuk samen tekenen. Ik mis alleen een beetje het op en neer. Want ik zit er maar alleen in mijn eigen scherm te praten. En ik zie wel gelukkig dat er heel veel mensen meedoen. Maar ik vind het wel jammer dat ik jullie niet rechtstreeks op je velletje even kan laten zien hoe je lekker met je kwast kan mengen bijvoorbeeld. Maar goed, we vertrouwen erop dat dat wel weer komt. Nou, wat we vandaag gaan doen is vanuit een Winsor & Newton challenge. En dat is het moment tekenen. Of het moment, een moment. Jouw eigen moment. Jee, ik krijg nog een beetje interactie. Dank jullie wel. Dank je voor het compliment. Goed, je gaat dus je moment vangen. En natuurlijk zijn perziken niet in het algemeen mijn moment. En zeker niet omdat ze er nog niet zijn. Maar je kan het dus heel breed zien. Dus wat een moment dat geweest is of wat nog gaat komen. En dit is een moment waar ik me wel op verheug. Ik vind, nou ja, sowieso zomerfruit echt heel erg lekker. En ik ben sinds anderhalf jaar moeder. En misschien zitten er meer jonge moeders bij. Of überhaupt ouders bij. Die weten misschien wel dat je tijd voor inderdaad iets kostbaarder wordt. Als je ouder bent. En het geeft echt helemaal niks. Maar dan is het net heel lekker om even voor jezelf te gaan zitten soms. Om te tekenen. Of al is het alleen om een stukje fruit te eten. En ik moet zeggen dat ik van zomerfruit. En als ik dat uittyp klinkt het zo zweverig. Maar ik vind dat echt zo lekker. Dat kan ik me niet voorstellen dat het echt bestaat. Dat gewoon ja, een soort van natuurlijk is. Want het is natuurlijk wel door de mensen een beetje bijgewerkt. Maar vind ik heel fascinerend, zeg maar. Dat is dus, ik kan heel erg het gewone en het kleine waarderen. En dat zit denk ik ook wel heel erg in deze challenge. Om gewoon echt dat super normale lekker te vangen op papier. En dan, ik heb nu natuurlijk wel een mooie versie van die lekkere wilde perziken getekend. Namelijk aan de tak en met die blaadjes. Wanneer zie ik ooit een wilde perzik aan het blad? Dat gebeurt nooit. Maar ja, je mag het wel ook een beetje mooi maken voor jezelf natuurlijk. Als deze trigger van de moment maar gewoon ja, jou prikkelt, zeg maar, om te gaan maken. En ik grijp echt iedere gelegenheid zelf aan. Ik maak ze zelf heel graag voor jullie als mijn workshop deelnemers. En door zelf heel veel te posten. Maar een trigger hebben om
om even iets te maken, zeg maar. Om te bedenken, wat kan ik nu zelf vast gaan leggen in waterverf? Is altijd wel welkom. Want ook al weet ik zelf, en verkondig ik het ook, dat je het echt het alledaagse kan tekenen. Dat het altijd heel erg leuk wordt. Het is toch altijd wel lekker om even zo'n uitdaging te krijgen. Dus bij deze. Leuk dat je het meedoet. Om dan nu in ieder geval mijn moment met persik mee te gaan tekenen. Maar het idee is natuurlijk eigenlijk dat je hierna ook zelf jouw moment gaat tekenen. En gebruik dan zeker ook even die hashtags. Die noem ik in mijn post en die zal Piepost ook noemen. Want je kan dus superleuke prijzen winnen. Die ga ik straks in juni kiezen. Ga ik 3 winnaars onder jullie en iedereen die gaat posten. Ga ik kiezen en dan kun je mooie materialen winnen via Piepost. Dus dat is natuurlijk een hele leuke bijkomstigheid. Want eigenlijk is het natuurlijk al te gek dat we hier nu samen zitten. En gewoon lekker mooi elkaar kunnen gaan inspireren en kunnen gaan maken. Leuk. Ja, Piepoes geeft al een moment aan. Dus dat is al heel erg leuk. Ik ben benieuwd wat jouw momentje dan zou kunnen zijn. Je kan het echt alle kanten optrekken. Als je maar gewoon daardoor een prikkel voelt om iets moois te maken. Wat is belangrijk? Ja, dat je het eigenlijk voor jezelf niet langer dan een half uur laat duren. Nu zijn er misschien meer die al eerder van mij een live workshop hebben gevolgd. Op een of andere manier komen die bij mij steeds in een soort van rush, dat het bij mij altijd vlot gaat. Maar dat is omdat ik je ook heel graag wil leren om echt dingen heel laagdrempelig te maken voor jezelf. En niet te lang te blijven hangen in je tekening. En om je te laten zien dat je echt in een korte tijd iets tofs op papier kan krijgen. Zodat je het ook echt een beetje bij een moment kan laten houden, zeg maar, kan blijven. Want anders wordt het weer zo'n hele zware tekening waar je misschien avonden aan werkt en tegenop zit op een duur om hem af te maken. Terwijl het juist zo lekker is dat je dat momentje gewoon gaat zitten, je vangt het. En dat je gewoon een korte tijd iets op papier krijgt. Dat is op zichzelf echt, geeft heel veel voldoening. Wat wil ik verder nog zeggen? Ja, dat had ik eigenlijk zelf ook bij deze tekening die je dus hebt gezien. Deze kan echt zoveel beter. Ik moest echt mijn handen eraf trekken omdat ik echt bijhield. Dat het na een half uur, zeg maar, wilde ik dat het klaar was. Ik zou hier echt nog zoveel anders aan willen doen nog of aan willen toevoegen. Maar ik heb dus nu ook besloten van nee, dit is goed. Dit is wat je een half uur wel met vlot werken kunt bereiken. Dus dan moet je daar ook genoegen, zeg maar, mee nemen. Dat wat er dan uitkomt, dat dat dan consequentie is van een half uur werken in plaats van een anderhalf uur bijvoorbeeld. Ik pak even een slokje drinken. Met de cavia knuffelen zie ik als een momentje voorbij komen. Ja, superleuk. En dan kun je dus, dan heb je ook natuurlijk nog vrij als je zo'n momentje hebt gekozen. Hoe ga je het afbeelden? Want ik had die wilde persikken ook op allerlei manieren kunnen afbeelden natuurlijk. Gewoon één losse met een mesje of een vorkje ernaast. Maar ik heb nu voor die mooie botanische variant gekozen. Dus kijk ook even wat dan straks hierna hoe jij jouw momentje op zijn mooiste of op zijn grappigst of het meest passend bij jou kan gaan weergeven. Oké, laten we starten. We gaan dit niet per se in een half uur doen. Misschien wordt het iets langer, omdat ik vind dat dat wel mag. Omdat ik nu ook wat dingen moet uitleggen. En ben ik natuurlijk wel iets meer tijd kwijt dan dat half uurtje. Dus zetten we gewoon in omdat we om 16:30 sowieso stoppen. Maar ik hoop eigenlijk dat we dan echt al allemaal ook bijna alles al gewoon op papier hebben staan. Dus daar gaan we voor. Ik ga jullie even omdraaien. En dan zie je hoe ik hier zit met mijn werkspullen. En dan ga ik jullie doorheen loodsen en een mooie persiktak tekenen. Ja, jullie gaan een beetje hangen, zie je dat? Sorry hoor, dit werkt wel, maar nu even niet super goed. Ik ga hem nog ietsje bijstellen. Ondertussen hebben jullie je spullen klaar liggen. Zie je dat? Jullie verzakken een beetje. Sorry, dit stond echt heel goed net. Maar nu ik jullie terughang, valt het bar tegen. Ik doe het even zo. Ik probeer tussendoor even op het scherm te kijken. Maar ik zit natuurlijk beneden te tekenen. Als in hieronder. En als het dan te veel verschuift of zo, laat me even weten. Maar ik hoop dat het zo oké is. Ik zal het iets naar boven zetten. Alrighty. Een vers wel.
Misschien zag je het al. Ik had een beetje gesmokkeld met het originele plaatje. Want anders zou het gewoon een horizontale tak zijn. Dus ik heb ze wel zo laten hangen, maar ik heb de tak iets schuin laten oplopen. Dus we gaan een beetje drukken met de plaat. Dat mag, want het is een referentieplaatje. Mocht je eigen creativiteit natuurlijk laten gelden. Even kijken. Ik pak even een sepia potlood. Maar gewoon een grijze potlood voldoet ook hoor. Oké, de basis is de tak. Ik gaf net al even aan. Die wil ik eigenlijk schuin er weer op zetten. Ik wil sowieso ook wat ruimte van de rand afhouden. Dat je niet helemaal tegen het einde van het papier gaat werken. En, oh, je ziet de rand niet, zie ik. Zo. Kijk. Dit is wel een mooi shot, hè? Daar ben ik wel tevreden over. Oké, dus je houdt even lekker wat ruimte van de randen af. En ja, bovenonder ga ik dat automatisch ook doen. Dat je eigenlijk een soort van passepartout voor jezelf houdt. Goed, ik teken die tak. Zorg dat je daar niet een beetje overheen walst qua idee van hoe hij schuin. Hoppakee, ik teken die schuine lijn. Dit is wel een beetje de richting die we gaan volgen. Maar daar langs hobbelt zo'n tak een beetje in de vorm die hij heeft. Ik zie hier een soort van boogje. Die neem ik niet te precies. Dat is het fijne van zoiets natuurlijks. Dat kan een beetje, ja, niemand checkt dat, zeg maar, waar de knoesten zaten. Maak hem iets forser, hè, want we gaan alstublieft een beetje inzoomen op die plaat. En straks gaat er nog wel wat wegvallen, omdat er wat blaadjes overheen gaan vallen. Dit is een mooie basis zo. Ga ik al bepalen waar die perziken komen. Ik heb nu een beetje die schuin gebruikt. Wacht, ik ben te snel. Ik wil eerst nog meer takken. Ik wil weten waar die perzikjes uitkomen. Hier. 1. Kijk, het komt van de tak en dan gaat het naar het hart van die perzik, zeg maar, waar die dan aanhangt. En in dit geval komt hier dan weer een soort van nieuwe vertakking uit. Dat groene takje, zeg maar. Die laat ik even open voor straks, om te kijken wat ik daarmee doe. Het is wel leuk, nog zo'n vers takje eraan. Zoiets. En dat geldt hier hetzelfde voor. Zie je, tot aan hier is hij, zeg maar, dat bruin tot aan het hart van de perzik. Of hart. Je snapt me hopelijk. En hier gaat dan het takje lopen. Het groene verse takje. En daaruit zie ik ook al meteen, zie je dit blaadje? Tot even inzoomen. Dat ga ik dan ook meteen tekenen. Dus je hebt dat stukje bruin tot aan waar die aan de perzik zit. Dan komt er een vers groen takje en dan daar een leuk blaadje. En dat blaadje dat loopt eigenlijk net zo tegen die hoofdtak aan. Dus dat is van die info die ik dan gebruik om die snel te vangen. Dus die loopt eigenlijk zo. Een soort van een hartje. En dan weer terug. Nu wil ik die perzik eigenlijk meteen gaan vangen. Want die, ik zal proberen even zo te tekenen. Die loopt, zie je hier? En dan is het stukje witruimte heel belangrijk. Tussen het blaadje en de perzik in zie je zo'n soort van klein driehoekje. Dat driehoekje wil ik wel graag bewaren. Dan loopt de perzik hier zo eruit. Hier stopt hij, want daar raakt hij die andere straks. Hier gaat hij even. Hier komt hij er weer uit. Oh, die dingen zijn echt zo lekker als ik ze zo zie hangen. Ik heb echt zo zin in de zomer, maar goed. Of in überhaupt een beetje lente zou ook wel aardig zijn, hè mensen? Of hebben jullie er niet zo last van? Ik heb zo zin om naar buiten te gaan. Alright. Ik laat het hier een beetje open, want je ziet hier die dat die andere overlapt. Oké, je ziet dan hier dat de eigenlijke lijn van die perzik loopt helemaal, hè, van die verse takjes. Helemaal hier zo net even hier achterdoor, boven de tak uit, hè, die we net getekend hebben, erbovenuit. Dan schampt hij, zeg maar, die andere rechter perzik. Dan gaat hij naar beneden. Teken ook niet zomaar een rondje, maar kijk echt even naar de vorm die je echt ziet. Want het is een soort van minkukelig ovaaltje. Dus probeer echt even per punt te kijken waar je het raakt of net er langs gaat. Of je nog de juiste richting neemt van de lijn. Hij gaat dus, hier komt hij eruit en daar schampt hij, zeg maar. Het mag wel een beetje minkukelig worden, want het zijn dus natuurproducten. Dus dat scheelt, dat mag wel een beetje scheef uitzien.
Hij mag wel iets groter. Op zich klopt hij wel qua vorm, maar eigenlijk is deze groter, hè, dan hier. Ik vind het wel leuk als hij... Dan klopt het misschien ietsje minder. Maar dan hebben we wel even een lekkere grote sappige persik hier hangen. Zo, ga ik hem even gummen. Ja, sorry voor degenen die me nog niet kennen. Ik word hier al gequote met mijn kukelige ovaaltje en de term flatsen. Ik gebruik woorden, terwijl ik teken, om maar gewoon de emotie te vangen. Nee, om het voor mezelf heel laagdrempelig te maken van wat zie ik eigenlijk of wat wil ik eigenlijk doen. En de term flatsen is dan vanuit, maak het niet te moeilijk, hè? Dan wordt het maar een beetje scheef en imperfect. Maar dat geeft mezelf heel erg de ruimte om maar een beetje lekker aan te rommelen. En... ja, zo'n woord als mijn kukkelig ovaaltje ook. deze zit hier bovenaan. Die ga ik iets recht, meer rechtop laten hangen. Want het is niet zo logisch dat hij zo hangt. Dus ik ga even de zwaartekracht zijn werk laten doen. Ik ga hem wel zo afbeelden. En laat ik het daarmee ook een beetje eindigen, de plaat. Hier rechtsboven. Hij gaat hier, ligt hier bijna op de tak. Dan heeft hij een soort van gezellig hart. Klein deukje waar die aan de tak vast zit. En dan weer zo'n mooie bolling hier. Dan wil ik hierboven een mooi blaadje uit. Zie je, er komt ook eigenlijk een soort blad uit. Die fantaseer ik even zo door. Dan hebben we mooi die schuine lijnen die zo opgaat. Dat je die verder doortrekt. Ziet dat tof uit. En hier... Ja, deze fantaseer ik er ook even bij. Die is er niet. Maar dit kunnen we. Dit kunnen jullie ook. We fantaseren er even een mooi blaadje bij. Zo. Nu komt er hier wel links een blaadje uit. Maar net even iets anders dan ik wil. Ik heb zin dat er hier zo een blaadje uitkomt. Dat is niet, maar dat doe ik gewoon. Daarom is het ook fijn echt als referentieplaatje. Je tekent het na, maar ik kijk gewoon even naar de vorm van het blad. Het is, ja, vooral deze zie je dat goed aan, hè? Het loopt echt zo breder en naar een puntje. Dan overdrijf ik dat lekker een beetje. Ziet er mooi uit, zo. Dan een blad hier verder even doortekenen. Want deze loopt hier zo. Dan hebben we hier dat hele grote blad, zie je? Daar heb ik ook wel zin in om die nog even te vangen. Die groeit hier uit de tak. En die overlapt dan die verse tak die hier zo uitkwam. Zoiets, zie je? Dit is helemaal niet wat je ziet, maar toch wel enigszins. Snap je dan waar ik me op baseer? Dus ik kijk wel hoe gaat die aanhechting hier? Hoe gaat dat hier aan dat groene takje wat dan uit die hoofdtak komt? Hoe ziet dat er een beetje uit? Dat gebruik ik. En daarna heb ik zin in dat blaadje een beetje zich zo vormt. Dus dan doe ik dat. Want die artistieke vrijheid hebben wij. Oh ja, we hadden een beetje haast. Dus laten we er vooral niet te lang te moeilijk over doen. Dan zie je hier nog een blad. Hè? Die komt hier een beetje achter deze persik uit. Die laat ik gewoon lekker hier beginnen. Want hier zit eigenlijk nog een steeltje. En ik heb er allemaal geen zin in. Ik pak gewoon even het blaadje. Zo. Ik bemoet dan lekker nog een blad. En dan wil ik hier op links nog even een mooi blad maken. Hè? Want je ziet nu dat heel erg de compositie naar rechts hangt. En ik wil hier linksonder ook nog een beetje meer zwaarte. Dus daar hebben we ook echt nog het blad nodig. Hier hadden we diverse takjes. Dus daar kan ook nog mooi uit één zo'n takje ook een blad komen. Dat gebeurt hier ook, zie je. Je gaat hier recht naar beneden. Vind ik voor de compositie minder mooi. Dus ik ga hem iets meer schuin eruit laten steken. Hier loopt dat takje nog. Zo'n nieuwe tak. Laat ik gewoon daar uitlopen. En ik vind het nog wel mooi om hier een takje achter de hoofdtak te laten gaan. Zie je, hier heb je die verse tak. Dat is ook weer een soort van hoofdtak met drie blaadjes eraan. Dus hier heb ik er één en dan pak ik er hier even nog één, zo halverwege die persik. Gewoon een klein blad zo. Hier achterlangs. Nou, dat is wel heel actief. Even kijken zo.
Zie je, ik fantaseer dus eigenlijk die bladeren de plek een beetje bij. Als je die vorm eenmaal een beetje door hebt hoe die loopt. Ik weet niet of je nog ziet wat ik hier doe. Ik had een spontaan blaadje omhoog getekend, maar dat vind ik helemaal niet mooi. Dus die haal ik even weg. Zoiets. Zo schattig. Zo heb je eigenlijk in die basislijnen al genoeg. Verder hoef je niks uit te tekenen, want dan kunnen we nu al in kleurvlakken gaan werken. Zodat je het echt een beetje lekker fris en sketchy houdt allemaal. Dus potlood kan nu al weg in de gum. Ik hoop bij jou ook. Ik ga ondertussen even een slok water nemen. Kun je misschien even bijbenen. En dan pak ik mijn kwastje zo. Ik gebruik nu een Cotman kwastje met maatje 6. En die heeft zo'n rond uiteinde. En ik vind het wel fijn, want ik kan een hele grote kwast gebruiken. Maar dan moet ik weer kwasten wisselen straks tussen de fijne stukken en de grote. Dus deze is waarschijnlijk iets te groot voor de fijne stukken en iets te klein voor de grote stukken. Maar dat heb ik dan liever, zeg maar, zo'n gemiddeld maatje. Dat ik lekker door kan werken in de hele tijd. En niet allemaal kwasten hoef te zoeken. Voor als je me nog niet zo lang volgt, of überhaupt nog niet kent. Ik hou er altijd van om het lekker simpel te houden. Dus ook... Ja, ik heb eigenlijk nooit een hele uitgebreide waterverfset. Ik vind het leuk om het eigenlijk alleen uit één zo'n klein setje te halen. En ik hoef dus ook... Ja, ik heb wel heel veel kwasten, maar ik gebruik er dan het liefst gewoon even één die dan lekker werkt voor dat project. Zodat ik niet steeds hoef te gaan zoeken naar een kwast. Dat kost allemaal tijd, haalt allemaal een beetje die schoen uit mijn tekening. Dus dan help ik me liever met soms een iets te klein kwastje of misschien soms straks iets te groot op de kleinere stukjes. Maar dat vind ik dan lekker de werken, zeg maar, als ik door kan in één keer. Dus dat is het idee voor mij daarachter. Ik zie de vraag komen, gebruik je geen fineliner? Nee, deze keer niet. En dan zul je zien dat ik dat hier ook niet heb gedaan. Dus we gaan echt even inderdaad een hele stap overslaan. Wat voor mij ook even wennen is, want ik ben altijd heel erg gewend met lijntekeningen begonnen. En dat is ook wat ik altijd op muren maak. Dus dit is voor mij ook even onwennig. Maar we gaan het inderdaad zonder lijnen verder doen. We gaan van potlood ineens door naar het waterverf. Even kijken wat voor jullie handige opstelling is. En voor mezelf om te werken. Zo is het nog wel zichtbaar, toch? Ja. Zo ga ik het even doen. Waar ga ik eens mee beginnen? De perziken of het groen? De perziken, want die vind ik het lastigste. Je pakt altijd de lichtste kleur eerst. Maak even mijn kwast lekker vochtig. En dan... Ik ga met de lichtste kleur aan de slag. Dat is een geel. En ik pak wel die echte citroengeel. Maar ik meng het eigenlijk altijd. Het gaat altijd even via mijn bakje. Zodat ik een beetje kan zien wat er eigenlijk uitkomt. En dan wordt die altijd al een beetje viezer. Niet gewoon puur de kleur uit het bakje. Ik vind het wel fijn als hij een beetje een oud kleurtje meepakt. Dat het een eigen kleur wordt. En hij mag voor mij ietsje zachter. Dus ik pak even een klein beetje roze mee. Hier. Misschien al te veel. Maar dat hij iets wat warmer wordt. Je ziet dat ik best veel water erbij doe. Dat ik echt even die eerste wash, zeg maar, wil doen. Dat hele lichte. Zo, ik vind dit wel goed genoeg. Wat ik nu ga doen, ik ga dat even uitleggen. Want ik ga ineens vlot doorwerken. En dat wil ik voor jou ook, eigenlijk ook kunnen. Zodat je echt een beetje nat in nat kan werken. Zodat dat verloopje heel lekker gaat zijn. Ik denk dat ik ga doen. Ik weet het soms niet zeker. Want soms als ik eenmaal bezig ben, loopt het net iets anders. Is eerst de ene pers ook opzetten met het lichtste geel. En dan meteen daarna die donkere erin zetten. Omdat ik dan nat en nat kan werken. Als ik nu eerst alle perziken lichtgeel doe. Dan is het misschien al te ver opgedroogd. Hoewel ik me bedenk dat ik bij de andere plaat dat wel ook zo heb gedaan. Ik weet nog even niet wat ik ga doen. Mag dat? Ik ga het even opzetten en dan gaan we even zien wat er ontstaat. Dus je ziet dat ik het er gewoon vlot... inleg. Oh, ik weet niet of jullie al begonnen zijn ook met mij mee. Maar wat ik eigenlijk even had moeten doen, is wat potlood weggummen. Dus ik maak deze pers ook even af en dan doe ik dat eerder. Eerst eventjes, sorry. Hier zit nog wat. Dus ik ga meteen even een verloopje maken, maar dan ga ik zo nog even wat potlood weggummen. Want ik vind het iets te hard aanwezig. Je ziet dat ik met roze hier in het bakje, waar al een beetje oranje en rood zat, meng ik wat. En dan leg ik dat hier erin. Je ziet als het dan het geel raakt, dan mengt het al best aardig. Ik probeer de potlood niet te veel te raken, want die gaan al onder het waterverfje. En dan krijg ik ze niet meer weggegumd straks. Ik moet mijn blaadje wel een beetje uitsparen voor straks.
Zo. Als ik het verloopje niet mooi genoeg vind, kan ik mijn kwast een klein beetje vochtig maken, een klein beetje schoon. Kan ik met een natte kwast even het verloopje een beetje een handje helpen. Hier had ik wat meer geel moeten doen, dus dat doe ik alsnog erachteraan. Nou, ik vind dit alvast wel een mooie basis, alleen baal ik nu een beetje van die potloodlijn. Ik vind het overigens wel mooi hoor, als je potloodlijn een beetje er doorheen ziet, want het mag wel zien dat het echt gemaakt is. Maar ik vind het nu even iets te hard. Dus dan doe ik eigenlijk heel oppervlakkig aaien met mijn gum over wat ik heb getekend. Zodat ik de lijnen zelf nog wel zie. Ik weet niet of jullie het nog zien. Maar dan komt het in ieder geval niet zo super hard door de tekening heen. Dat vind ik namelijk een beetje jammer. Nu shakt het hele beeld, of niet, als ik zo aan het gummen ben. Soms helpt het, zie je wat ik doe, dat ik even het hele breedte vlak van de gum gebruik. Dan gum je dus niet super hard op één randje. En dan haal je inderdaad precies overal net even dat harde weg. Dus excuses voor deze verkeerde volgorde. Maar dat had je dus eerst even kunnen doen. Dan krijg je dit. Dat repareer ik zo wel. Of niet, dan zit er gewoon een klein foutje in. Geeft ook niks. Het is het moment. Gewoon lekker het moment, lieve mensen. Nou, je krijgt er dus deze chaos van. En dat geeft echt helemaal niks. Ik ga het even wegblazen. En dit echt dat relax blijven onder als er iets fout gaat. Terwijl er hier, weet ik, veel mensen zitten te kijken naar wat ik aan het demonstreren ben. Daar kan ik me dan dus echt niet druk om maken. En dat heb ik wel echt geleerd. Dat helpt zo voor mooie tekeningen. Als je gewoon niet zo... maak je niet zo sappel. Het is maar een tekening. En ook terwijl je dat dan doet, dan wordt dus, je tekenen wordt daar gewoon beter van. Want je krijgt gewoon tegenvallers terwijl je tekent. Weet je, het gaat regenen of zo als je buiten zit. Dan denk je, ja, oh, dat baalt, regen op mijn tekening. Ja, dat maakt wel ook juist het verhaal. Dan denk je, ja, dit is nou eenmaal het verhaal. Ik ging het hier voordoen in een livestream. En wat doe ik, potverdikkie? Ik vergeet gewoon eerst te gummen. Ja, dan krijg je vlekken. Nou, jammer. Jammer, het had beter kunnen zijn. Maar het wordt vast toch wel mooi. Want er is nog zoveel stapjes te gaan om het nog mooi te maken. Goed, ik loop dus nog heel even na wat ik net eigenlijk had willen doen. Dat het verloopje even mooi wordt. Zo. En nu die toch nog een beetje nat is, wil ik eigenlijk ook meteen een beetje schaduw mee pakken. Je ziet dat hier eigenlijk echt het licht opvalt. En dat dit al een beetje meer een soort van viezig groengeel wordt. Nou, dat ga ik nu een beetje mengen. Hier zit nog een beetje, ja, wat is het? Blauw, groenig. Ik heb ook een beetje Payne's Grey hierin zitten. Dat is een beetje blauw-grijs. Dat ga ik nu een klein beetje met dat geel vermengen. Dan krijg je een heel smerig kleurtje van. En dat is precies wat ik wil. Ik hou van vieze kleurtjes. Want dat geeft een beetje leven aan je tekening. Dus ik heb hier een mooie schaduwkleur om hier erin te leggen. In eerste instantie kan je soms een beetje schrikken van de lelijkheid ervan. Maar dat, ja, met waterverf droogt het altijd toch lichter op. En je ziet dat het heel mooi blendt. Dus dat het uiteindelijk niet zoveel uitmaakt. Dat het uiteindelijk een heel subtiel effect is. Hier doe ik ook een beetje, zie je? Dat valt een beetje onder die takken. Dan doe ik ook een beetje viezigheid. En nou ja, laat ik ook een beetje dat van dat roze ook een beetje vies maken. Want dat is ook een beetje donker, zie je dat? Dan een klein beetje rood bij. Dat het weer, want het werd een beetje paarsig, zag je dat? Want ik mengde. En dat kan hierboven er een beetje in. Want daar valt ook een beetje... Ja, eigenlijk in mijn plaat helemaal niet. Hier zijn geen blaadjes, maar in het plaatje valt het een beetje onder de bladeren. En daarom zit het in de schaduw. Nou, dit is mijn eerste vieze persikje. Ik vind de overgangen nog niet overal even mooi, want ze zijn soms een beetje hard. Dus ik maak mijn kwast hier ondertussen even schoon. En met de vochtige kwast tip ik nog hier en daar, dat was een beetje te veel, wat verfstukken aan. Zodat je een mooi verloopje krijgt. Nou, wat je nu hier ziet... Misschien heb je iets soortgelijks op je vel staan. Is natuurlijk gewoon echt een rare lelijke vlek. En dan gaat het er nu gewoon om dat je even vertrouwt dat straks alles samenkomt. En dat het gewoon mooi wordt. Want nu zitten er gewoon gaten in nog van de takjes en van de blaadjes die nog gaan komen. Het is een soort van viezig vlek. Straks droogt het op terwijl ik met de rest bezig ga. En dan zie je vanzelf, oh, het roze mag iets rozer. Het geel mag nog een beetje feller. En vooral, je maakt de plaat eerst af voordat je er iets van vindt. Nou, dit is zo'n gevalletje dat ik...
even meer vaart moet zetten. Want nu zit ik zelf al te kletsen dat ik het nooit af ga krijgen anders. Dus dezelfde manier. Lichtgeel mengen met een beetje een warm toontje erin. En dan ga ik hier deze opzetten. Probeer dan die andere niet te raken, want dan gaan ze door elkaar lopen. En probeer een beetje ronddraaiende bewegingen te maken, zoals de vorm van de perzik is. Ik ga nu wel in één keer door ook die andere even meepakken. Oh, een beetje veel groen. Dat krijg je als je wel in een vies paletje zit te mengen. Doe ik wel een beetje meer rood bij ter compensatie. Wordt het weer een beetje warmer. Hop, dat kan ook. Gewoon een beetje wegdeppen. En weer verder. Zie je hoe losjes, ik smeer het er gewoon echt op. En die vrijheid mag je zeker ook zelf nemen. Ik meng weer een beetje rood met roze. Voor die typische toon daar zo. Het had iets roze gemogen misschien. De kleur is iets roze, maar het zit nu net even niet in mijn paletje. En dat is prima, want het maakt niet echt het verschil dat je daardoor niet zou herkennen dat het een perzik is. Doe nog een klein beetje puur roze in nog. Hier zie ik iets wat aan de randen nog. Dus wel, het is fijn soms om dat mee te pakken, zodat je oog ook echt dat visueel even verbindt. Dat achter dat ene takje en eronder. Nu zit het ook weer heel vlekkerig, dus ik maak de kwast weer even schoon. Ik loop er even. Ik help er even een handje op weg, het waterverf, om weer een beetje meer te blenden zoals ik het wil. Oh ja, ik zie wel nog net een goede tip van Robert. Robert. echt nooit over nagedacht. Dat is echt een goede tip. Als je inderdaad je tekening gewoon al maakt in waterverfpotlood, dan komt hij gewoon lekker mee en hoef je dat hele gumverhaal niet zo sukkelig te doen. Dus dat kan. Dus dat is inderdaad een fijne manier om die lijnen mee te laten oplossen. Ik had hier net even een beetje puur roze in gedaan. Dat wil ik eigenlijk hier ook nog wel. Want deze vind ik nu een beetje te fletsen al aan het opdrogen. En dan doe ik dat natuurlijk bij die andere ook nog even. Ik hoop dat het bij jou ook net zo'n lekkere vlekkenbende is. Want we zijn gewoon in een heel korte tijd iets tofs aan het maken. Dus het kan niet perfect. Geeft je dat geen heerlijk vrijheidsgevoel? Om gewoon lekker een beetje aan te rommelen. Dat is toch heerlijk dit? Dat is toch bevrijdend? Zo voel ik dat in ieder geval. Dank je, Karin. ik heb hier nog wat schaduw nodig. Want hier heb ik nu een beetje een vieze groene perzik. En hier zijn ze redelijk sappig. Dus ik wil hier ook nog een beetje viezigheid in verwerken. pak weer die Payne's Grey een beetje. Het wordt me iets te grauw hier. Dus ik pak een klein beetje roze erbij. Ik weet soms ook niet hoor wat ik meng. Ik zie een beetje wat er ontstaat en dan hoop ik dat het past. Zie je die schaduw hier zo rechts? Die leg ik hier er ook nog even in. Hierboven een beetje. Echt, hier hoort toch gewoon het woord hoppakee bij. Het is toch gewoon... Ja, nou ja, zo'n gevoel heb ik erbij. Dit heeft weinig meer met... heel serieus tekenen te maken. En dat juist daarom is het zo serieus, zo fijn. En juist daarom, nou ja,
weet niet, daarom kan ik zelf tekenen zo serieus nemen. Omdat ik het juist, sorry, omdat ik het dus niet zo serieus neem. Begrijp je een beetje? Dat ik het zo simpel benader. Lukt het me om vaker te tekenen op een heel relaxte manier. En daardoor is het stiekem heel serieus geworden en is het gewoon mijn baan geworden. Dus ik hoop dat het jou ook een beetje helpt om wat los te laten. Zo. Prima, ik blijf alweer te veel hangen voor een half uurtje tekening. Hier pak ik nog een beetje schaduw overigens, want deze perzik zit voor die andere. Dus ook een beetje schaduw te maken. Ik pak een klein beetje bruin erbij voor iets meer warmte. In de schaduw dan, zeg maar. Bruin en die Payne's Grey samen maken ook weer een mooie ja, grijs-zwart. Kijk, dit ziet er heel heftig uit. Hou ik altijd wel van. Want dan weet je dat je echt wel een schaduweffect bereikt. Als het opdroogt, valt het altijd wel heel erg mee. Met hoe donker het nog is. Oké, ik zit nu echt veel te lang op één stuk. Dus dat kan ik je aanraden om niet te doen. Daar word je meestal niet mooier van. Oké, ik wil hier nog een klein beetje roze. Want het is een beetje uitgegeten onderhand. En nu is het papier een beetje moe van alle keren dat ik er al overheen ben gegaan. Dus dan moet je het ook gewoon laten. Beter wordt het niet. Dit zijn de perziken. Ben ik er tevreden mee? Nee. En tegelijk maakt het ook helemaal niet uit. Want ze staan er. En het worden toch echt perziken. Als ik straks de blaadjes er allemaal op heb zitten. En het helemaal af heb gemaakt. En ik ben niet super leuk aan het doen. Dus al met al ben ik super tevreden met wat ik hier aan het maken ben. Ik ga even kijken. De blaadjes nu doen. Ja. Ja, ga ik dat doen? Sorry hoor, even twijfel. Nee, toch eerst de tak. Ik had al een beetje namelijk bruin klaarstaan. Dus ik meng een klein beetje bruin wat ik nog had hier in mijn vieze hoekje. Wordt het een soort van bruin. Nou, in ieder geval niet puur uit het paletje. Als je het ook een beetje wil mengen met iets anders. Pak een beetje Payne's Grey of een klein beetje blauw erin. Dan krijgt hij net even een iets ander look, zeg maar, dan alleen het puur uit het palet. Dan leeft het vaak iets meer. Dit is de eerste laag basis voor de tak. Die leg ik hier erin. Maakt niet uit als die wat lichter uitvalt, want ik ga er straks nog een keer langs met een donkere kleur. Ik zie amper nog hoe die loopt, joh. Hier zo ging die. Deze mag een klein beetje zo. En hier liep hij zo in, hè, naar dat hart. Vanaf het middenpunt van die perzik werd het een fris groen takje. Ik ga denk meteen de donkere laag erachteraan doen. Dan pak ik nog een keer die bruin die ik al had. En nog een keer Payne's Grey, of als je die niet in je paletje hebt, een zwart of een andere vrij donkerdere tint. Waarmee je gewoon dat in ieder geval het bruin wat steviger bruin kan krijgen. Wat donkerder. Mag je echt best schokkend voor jezelf schokkend donker mengen. Want het droogt altijd veel lichter op. En zo kunnen we wel echt contrast maken. Dus als ik dan naar het plaatje kijk, dan zie je dat vaak de middenrand is een beetje opgelicht. Hè? Of net boven het midden. En dan de onderkant is wat donkerder. Bij blaadjes komen en waar het bij elkaar komt is het natuurlijk ook wat donkerder. En bij dat hartje, zeg maar, waar die aan de perzik zit ook. Dus dat is een beetje mijn receptje om langs de blaadjes te lopen. Of langs het tak te lopen. Dus hier wordt hij wat donkerder. Hier. Onder. Misschien een klein beetje boven hier en daar. Het zijn nu echt hele harde lijnen, maar dan gaan we straks weer even zacht maken. Zorg dat je niet de natte delen raakt die je eerder hebt gemaakt. Want dan wordt het een verfbadje in een kleurpoeltje wat je niet wilt. Hier eventjes onder die perzik is het natuurlijk sowieso donker, want daar valt geen licht. Dus die pak ik even helemaal mee. Ik maak mijn kwast even schoon en ik loop al die harde stukken even voorzichtig na met een schone kwast, maar vochtig. Om het weer iets meer zo uit te bleken, zeg maar. Het is lekker stil, dus ik denk dat jullie lekker mee aan het zweten zijn om iets moois te maken. Nu heb ik weer even wat zwart gepakt, wat donkerbruin. Omdat ik hier deze tak wel iets meer wil laten loskomen.
Zo, voor nu even goed. Ik heb eigenlijk maar geen idee van de tijd. Even kijken. Oh, we hebben al niet eens meer zo heel lang. Tijd voor de blaadjes. Tijd voor wat groen. En ook daar weer wil ik dan met iets lichts beginnen. Of met de lichte groen beginnen. En nu ga ik bij hoge uitzondering wel even dit zwart hier uit mijn hoekje halen. Want ik wil even dat dit het groene paletje weer wordt. Ik pak... excuses. Staan we nog enigszins recht? Yes. Ik pak een sap green is het volgens mij. De echte grasgroen. En meestal pak ik dus niet puur uit mijn paletje. Dus ik leg hem even hier erin. En ik pak een klein beetje citroengeel erbij. Mooie basis voor de lichtste tinten in de blaadjes. Ik ga die als een gek niet allemaal nalopen. En dan daarna meteen met een donkerder groen nog een rondje. Om die donkere laag zeg maar erin te laten mengen. Nou, wat hier dat leuke blaadje, weet je nog? Die kwam hier zo eigenwijs erachteruit. Die verse takjes die uit die bruine tak zo komen. Ik hoop dat je nu ook al ziet, bij mij in ieder geval, begint het al gewoon wat te worden. Terwijl ik echt niet per se over ieder afzonderlijk stuk zo tevreden ben. In die tijd dat je hier een beetje dus zit te flatsen of snel wat op zit te zetten. Ik heb hier een haar op mijn vel. Maar al met al, en dat vind ik dus het leuke, en dat zie ik steeds meer als ik gewoon, ja, hoe meer je tekent, dat je echt kan vertrouwen op dat het gewoon wel mooi wordt als je gewoon maar doorwerkt. Dus probeer niet te snel iets te vinden van je tekening. Want al maak, ja, terwijl je maakt, zeg maar, groeit het gewoon nog. En heb je nog zoveel kansen om het op perziken te laten lijken in dit geval. Dus als je dan helemaal niet aan het meetekenen was, laat het dan in ieder geval een lesje anti-perfectionisme in het oog mee zijn. Af en toe meng ik even wat bij, had je misschien al gezien. Want dan heb ik niet genoeg voor de hele rits. Mag een beetje slordig, hè? Dan krijg je echt dat lekkere waterverfgevoel. Het hele nat-en-nat effect, daar ben ik nu al veel te langzaam voor. Maar dat kun je, ja, ik doe dat soms al gewoon achteraf nog een beetje weer wakker maken en de verf weer activeren, zeg maar. Ik vind het voor nu gewoon wel fijn om even snel meters te maken, te laten zien wat je kan als je zo doorwerkt. Maar het zou soms wel idealer zijn om iets eerder te stoppen en dan even, terwijl je nat in nat, zeg maar, dat je dan het donkergroen meteen mengt met het lichte wat ik nu opzet. Dat rondje ga ik nu doen. Dus ik pak weer dat groen wat ik net had. Probeer niet te veel water erbij te gebruiken, dat ik heel puur pigment heb. En ik pak weer eigenlijk die, even kijken, ja, die Paints Gray, want dat is gewoon een lekkere om het even donkerder te maken. Zie je hoe donkergroen ik heb? Dat is meteen een flink contrast. Maar daarmee ga ik, nou, als je naar de blaadjes kijkt, die hebben de nerf. En daaruit heb je natuurlijk een paar van die streepjes. Ja, en hoe zeg je dat? Waar het naar beneden gaat, is het donker. En dan gaat het blad zo omhoog. Dan heeft het wat lichter, dus dat kan ik een beetje vrij houden. En aan de randen kan het soms wel donkerder worden. Dus met dat in mijn hoofd ga ik hier langs deze blaadjes lopen. En er gewoon wat kleur in zetten. Oké, misschien is het iets te donker. Maar echt maar iets hoor. Ik pak even iets meer groen erbij. En dan kan ik het weer blenden. Het is soms even best schrikken hè, als je zo'n donkere kleur erop zet. Dat weet ik van al mijn live workshops. Maar je krijgt er zo'n tof contrast mee. Dus eigenlijk wil je het wel. Kan ik je zeggen. Misschien denk je dat je het niet wil omdat je er heel hard van schrikt. Maar ik geloof me, dit wil je. Want het geeft heel toffe effect aan je plaat. Dus durf echt een beetje flinke pigment te gebruiken. Veel pigment is dus weinig water gebruiken. En ook echt veel donker pigment te gebruiken. Hieronder hebben we natuurlijk echt even lekker schaduw onder de, waar de persik zeg maar voor zit. Dus dan pak ik echt even lekker donker.
Dit is nu even heel keurig. Dan gaan we straks heel rap korte metten mee maken. Want dat is niet de bedoeling. Dus korte metten mee maken wil zeggen even met een vochtig kwastje weer nalopen. Want we willen niet te keurig. We willen een sketchy effectje. En een echt lekker blaadje. En niet een te gepolijst ding. Nou, zo loop ik dus alle blaadjes even langs met dat echte groen aangelengd met wat donkerder. Hier maak ik zo'n lekkere donkere nerf. En een mooie donkere rand. Daartussen zal ik die nerven een beetje inschetsen. De andere kant ga ik helemaal wat donkerder maken. Zoiets. Het ziet er wel bladerig uit, toch? Ik kijk al niet eens meer naar mijn referentieplaatje. En dat is ook fijn, want dan kun je gewoon soms kijken naar je vel. En gewoon kijken wat je ziet ontstaan en wat je daar graag aan zou willen toevoegen. Of dat je wat donkerder wilt of ergens wat meer nerf erin. Vaak bij zo'n je begin, waar die zeg maar zo samenkomt, dat blaadje hier bij het, ja, ik noem het altijd hart, maar je weet inmiddels wat ik bedoel. Daar is een propje en waar een propje is, waar dingen samenkomen, is meer schaduw. Dus daar kun je sowieso wat meer donker inleggen. Nu zit echt nog de streep erin en dat vind ik daar ook. Dus ik ga weer even met een schone kwast, een vochtige kwast. Ja, nou wat strepen even iets zachter maken. Want ik wil niet dat het een tekening wordt, maar wel iets meer een... Of hè, dat je gaat tekenen met verf. Maar dat je echt een beetje schilderachtig met verf te werk gaat. Want dat is nou immers echt precies wat zo tof is aan waterverf. Dat het gewoon heel mooi kan verlopen. Daar moet je niet echt mee kleuren. Of ja, weet je, snap je, niet zo kleurplaat kleuren. Dan moet je gewoon een beetje gebieden mee maken. Dat is gewoon juist zo mooi daaraan. Dat schilderachtige. Nou, volgens mij heb ik hem zo. Dan denk je, zijn we nu klaar? Ja, maar dan kijk ik altijd nog even. Vind ik inderdaad het roze fel genoeg en het geel warm genoeg? Dus dan vind ik het soms wel lekker om nog een klein rondje te doen met nog een klein beetje geel hier. En volgens mij doe ik hier nu echt volgens aquareldeskundigen iets heel erg wat niet mag. Maar namelijk over oude laagjes weer gaan werken. Dat is meestal niet het mooiste op papier. Maar ik heb wel ook zin in dat het nog iets meer popt. Dus ik heb gewoon, doe gewoon lekker waar ik zin in heb. En wat ik gewoon voor mijn plaat nu mooi vind. Dus een klein beetje wat puurder geel zet ik hier en daar erin. Om een beetje die kleuren op te halen. Als een soort finishing touch. Ja, want waterverf heb je dus misschien nu ook al op je eigen vel gezien. Heeft wel de neiging om wat fletser en lichter op te drogen. Dat kan soms een beetje tegenvallen. Zeker als je zo snel werkt. Meestal heb ik normaal wel de kleur in één keer zo'n beetje goed. Dat is nu gewoon iets minder omdat ik wat vlotter aan het werken ben. Nu wil ik eigenlijk hier nog die schaduw ook iets donkerder. Want nu zitten ze een soort van op elkaar geplakt. En dat wil ik niet. Want ik wil wel dat ze loskomen, dat je die diepte echt ziet. Dus ik maak nu even een bruin weer met een klein beetje van wat Payne's Grey erbij, dat het weer heel donkerbruin wordt. En dat zet ik hier er nog even tussenin. Het is heftig, hè? Zo donker. Komt het helemaal goed, denk ik. En anders, dan heb ik mezelf nu voor een groep mensen voor schut gezet. ook. Weer even een schone kwast maken en dit een beetje uitblenden. En hoewel ik het niet per se hier in het plaatje zie, vind ik het wel mooi om dat donkere een klein beetje aan de onderkant hier door te laten lopen. Dat daar de schaduw echt valt. Dat dat echt de onderkant is van de perziken. Ook hier een beetje.
Wederom is het weer erg streperig, erg tekenig en ik wil meer ververig. Dus ik ga weer even met een schone kwast. Ik lijk wel echt zo'n kapotte plaat, maar ik haal heel erg. Maar weer even die gebieden wat zachter maken, dat het weer ververiger wordt in plaats van lijntjes tekenen. Zo, dan kan je de randje wat zachter maken. Laat je het mooi verlopen. Laat je het waterverf zijn werk doen. Kan ik het niet laten om hier ook nog een beetje erin te zetten. En dit is dus het punt waarop ik moet gaan stoppen. Omdat ik anders bezig kan blijven om het te perfectioniseren. Terwijl uiteindelijk, als we nu kijken. Ik weet niet hoe het bij jou eruit ziet. We hebben toch wel weer een lekkere sappige perzikplaat gemaakt. In, ik denk een half uur als je de uitleg eraf haalt. Dan is het zeker een half uurtje geweest, denk ik. Yes. Kijk, laat hem heel even in rust. Dan kun je eventjes... daar is ons kind. yes. Zo, ik ga hem heel even vergelijken met z'n tweeën. Deze is nog niet droog. Ja, hallo Abel. Ja, die kwam even de trap op, gezellig. Ja, sorry, ik was even afgeleid dus. Want toen ging mijn man even iets liefs aanbieden. En toen heb ik hem net heel hard weggewuifd. Nee, ik zit in een livestream. Heel onaardig. Maar ik wil gewoon even lekker met jullie door. Ik kan het niet, ik vind het nog iets te hard hier. Oké, nou, dit is dus de plaat. En zo hebben we dus eigenlijk het moment, mijn moment, samen gevangen in een korte tijd. Ik ga eventjes omwisselen, want dan kun je... Yes, dan zijn we er even zo. Vind ik dan wel iets logischer als ik tegen je aanklets. Dat je niet alleen maar naar die poster zit te kijken. Als je hem wel nog wil zien, dan... Hou ik hem er wel eventjes naast. Goed, dus dit is het moment in mijn momentje en dan in een half uurtje getekend. En nu zou ik het wel heel leuk vinden als je dus ook jouw momentje in een half uurtje tekent. En dat kan dus, wat ik al zei, echt van alles zijn. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens, maar dat heb ik al heel vaak gedaan in mijn sketchbook en ook al veel gedeeld op mijn website en mijn Instagram. Gewoon een kopje koffie in je hand of gewoon een kopje koffie los op tafel. Dat gewoon zoiets voor je kopje thee of de gesneden gember in je thee. Zoiets kun je ook gewoon tekenen. Gewoon iets heel kleins en simpels. En dan vind ik het dus leuk als je dat even met mij deelt. En niet alleen met mij, maar natuurlijk ook met Winsor Newton en Peepo's. Want dan kun je dus die prijzen winnen, waar ik het al eerder over had verteld. Misschien dat je toen nog niet erbij was. Maar dat vind ik wel erg leuk, want dan ga ik dus makkelijker prijzen gaan uitdelen. En ik ben maar gewoon benieuwd wat er gaat voorbij komen. Het gaat niet per se het mooiste werk uitkiezen, maar gewoon misschien wat het meest verrast, wat de leukste invalshoek heeft, of wat gewoon de beste poging ooit is, of misschien wel de grootste mislukking ooit. Ik ben gewoon heel erg benieuwd wat je gaat maken, dus voel je absoluut, ik hoop dat ik je er nu ook heb meegegeven, en dat je dat ook in die challenge gaat doen, voel je absoluut gewoon vrij om lekker in een kort moment iets te maken, zeg maar, niet te precies te werken. En juist echt, gewoon even dat je daardoor ook in het moment kan tekenen, zeg maar. Dus dat je niet de hele tijd in je hoofd zit van het moet beter. En klein met de persik was veel beter dan een half uur. Al dat soort negatieve gedachten. Ga gewoon even jouw eigen momentje, gewoon even relaxed tekenen. En deel dat dus met de hashtags die ik genoemd heb. Ze zijn best wel lang, dus ik ga ze nu niet helemaal uitspreken. Je moet dat toch eigenlijk even, tenminste heb ik altijd, moet je even lezen, dan kun je het beter onthouden. Of je kan het gewoon copy-pasten. Zet ze daar even bij en tag ons allemaal even, Winsor Newton, Peepo's en mij. Al deze uitleg staat overal op mijn account en overal. Nou, Peepo's account natuurlijk. En dan kunnen we jullie zien en dan gaan we lekker meekijken. En dan maken we met elkaar gewoon allemaal mooie momentjes. Een hele galerie vol. Daar heb ik echt heel veel zin in om daar straks doorheen te scrollen wat jullie allemaal maken. En inspireren elkaar lekker. En dan 17 juni kies ik 3 winnaars van mooie prijzen. 2 pakketjes en 1, zo'n waardebon bij Peepo's. Dat kun je dan zelf vrij besteden. En voor 100 euro kun je echt zoveel kopen. Terwijl je ziet dus dat je echt super weinig nodig hebt eigenlijk om te maken. Dus dan kun je eigenlijk echt helemaal los. Dus
hoop echt dat je meedoet. Want als al deze mensen van hier meedoen, dan heb ik straks mijn galerietje waar ik doorheen kan scrollen. En dan hoop ik dat jullie lekker mee scrollen. Fijn, ik zie dat Pipo's team even de hashtags voor mij heeft neergezet. Dankjewel, want dit vind ik dus, dat is niet uit te spellen. Dus die komen hier voorbij gerold. Ze komen zeker ook voorbij in mijn timeline en in die van Pipo's. Dus als je het nog eens naar wil kijken. Ik ga inderdaad de workshop zo opslaan nadat ik hem hier afsluit. Dus dan kun je hem net nog eens lekker bekijken om misschien inspiratie op te doen voor jouw eigen momentje. Of hoe je ook alweer lekker vlot iets op kan zetten. Ik vond het heel erg leuk dat jullie erbij waren. Gewoon een mooie opkomst zo voor de woensdagmiddag. Dat vind ik echt heel erg leuk om te zien. Dank jullie wel dat jullie er waren. Geniet van je momentje en wat je gaat tekenen. En alsjeblieft deel het. Ik heb echt heel veel zin om ernaar te kijken wat jullie gaan maken. Fijne avond voor nu. En ik zeg gewoon tot later op Instagram of waar dan ook onder de hashtags ga ik jullie vinden. Doei doei!